Hey, hey, oh, oh. Oh, een dikzakkie. Hij is wel mooi. Even een paar pijlen in rachel. Hoeveel hebben we nodig? Level 40. Hoeveel hebben we er nodig ongeveer? Oh, hij rent! Hij rent! Hij rent al. Kijk eens mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch en welkom weer terug bij een nieuwe Ark Survival op mijn kanaal, dus Rotjoch en ik ben hier met de hele crew, een keer mijn hele tribe, Xeloras, yo. Yo. En hij heeft Silver, dan heb je natuurlijk Real Killer 1 en het zijn Red. Hallo. En we hebben, vorige keer hebben we hem één keer weer meegemaakt dat hij vast in ons huisje, op het einde. Steven, hoi Steven. Hallo. Dat is hem, ja, dat lachje. En zijn lelijke raptor. Jezus, hey, is die voor jou lelijk, no zeg. Hate, no die mij is cool. Die van mij heeft in goed licht, heeft hij een rode hanenkam. Nou, goed. In ieder geval, boys, wat gaan we vandaag doen? Kikkertjes vangen. Kikkertjes vangen. We gaan proberen een Beelzebub vangen. En Timo, dus Xeloras weet waar dit is. Ik weet het ook wel, maar we gaan Timo volgen. Let's fucking do this, boys. Oh, iemand heeft bezoek. Mom gang. Wijzer de deur. Wijzer de deur. Oké, die deur dicht. Steven, oké, mooi. Alright, Timo. Let's go. Show us the way. Oké, we gaan dus naar beneden, dus door de jungle heen. En dan gaan we dus op zoek naar zo'n kikker. Dus ja, we zien jullie bij de kikker. I will be loving you till 17. Copyright. Dude, really? Oké, we zijn er bijna volgens mij, of niet? Dit is echt zo'n persoon die het gewoon erin zet dat ik aan het zingen ben. Tuurlijk. Denk je dat ik het geknipt heb? Tuurlijk ga ik dat niet knippen. Dat is echt... Ah, fuck, ik ben jullie kwijt. Oké, okay, jongens, zullen we hier opletten? Want hier is hij ongeveer. Wie zouden ze moeten zitten? Ik hoorde het er al. Oké, luister jongens. De taak is heel simpel. We gaan weer zo'n kikker te vangen. Maar er moeten dan twee per raptor blijven. Natuurlijk, omdat er kunnen titanboas zijn die kikker gaan killen die wij nodig hebben. Dus het is belangrijk dat sowieso mensen opletten dat er geen titanboas zijn. Van Level? 44. Wat vinden jullie? 44 genoeg of gaan we doorzoeken? Laat gewoon eerst zoeken. Oh, Sarko. Oh, ik zie hem. Waar is Sarko? Links. Ja, pak een prime meat. Doen. Level 4 dit hebben, deze visie. Ik hoor nog een kikker links van mij. Ja, ik hoor hem ook links. Ik heb één prime. Ik zal hier naar de kikker, ik weet niet. Dat is die kikker. Nog een Sarko. Hier is één. Fucking Sarko's, jongen. Ik haat Sarko's. Level 8 kikker. Level 8, dan maak die van level 8 maar dood. Dan kunnen we niet meer tegenkomen. Oké, ik heb één prime meat in totaal. Oké, jongens, zoeken. Als iemand het vindt, moet je. Ja, we moeten wel een beetje bij elkaar blijven. Als hij zegt van ja, hij is hier! Ja, waar is hier in die fucking. fucking Rimboe. In de Rimboe, inderdaad. Tarzan. Oh man, die reflectie van het licht, jongen. Dat doet echt pijn aan mijn ogen. Ah, tijd de boa, Link. En Sarko's. Kill Sarko gewoon. En het ketel met Piranha. Mooi. Joehoe. Nog een Sarko links. Tering, alleen maar Sarko's. Wat is dat voor Froggy hebben? Dus één Rafa. Misschien weten jullie kijkers nog de eerste episode dood in zo'n Beelzebub, zo'n kikker, die official server. Rawr. Lekker zilver. Hier gaan we proberen nu te killen, zo'n kikker. Daar! Kikker. Kijk wat voor level is. Wat? Als lopen we daar gewoon terug, joh. Level 16. Nou ja, fuck hem. Nee. Oh, ik zie er nog een in de verte. Hier is ook één. Level 8. Kijk, moet wat gaat hebben? Maak hem maar af. Dit is een 8, ja. Oh, deze springt hard, jongen. Gewoon blijven rennen. 16. 16 afmaken, oké. Okay. Die 44 was wel de sterkste, denk ik, die we tegenkregen kwamen. Titan Boa. Zelfde. 44. Lekker veel prime meat, dus in die kikker van wel 44 pakken gewoon. Uitkijken als iemand daar nog uitgehaald. Ik heb prime meat gekregen. Oké, ik heb het. Alleen geen prime meat, alleen maar draw. Ik heb eentje gekregen. Nice, ik heb er ook nog eentje van die... Oh, nog een boa. Chill, hey boys, ik ben weer een rondje aan het lopen. Ik ga denk ik toch nog die kikker van 44 ga ik weer zoeken. En ik denk dat die wel het mooiste is. Oh, raptor. Iemand zin in een PvP-event. Oh, dat is vanavond een PvP-event. Oh, wat leuk. Want wij opschieten met onze kikker vangen, boys. Ja. Laat het dan maar teruglopen, of niet? Ja, die van 44 gaan we pakken. Gaan we zoeken. Hier zo, stinky hierie. In ieder geval ben ik weer terug waar we eerst waren, met die 44. Alleen, oh man, de reflectie van het water, jongen. Scherp. Ja, super scherp, jongen. Ik heb die graphics hoog neergezet. Hopelijk zien de kijkers, die zien natuurlijk wat minder doordat het natuurlijk opgenomen is via OBS, maar... Jesus. Dat is echt erg. Die kikker hoorde hier te zijn. Ik was zo'n ietsje verder terug. Je ziet een titanboa boven weg. Ik hoor niks. Ik hoor genoeg, ik kan zeggen, die zit hier ergens ook.
Zie ik daar een dillo. Gewoon een beetje door het water lopen. Dus als het water verstoort, dan hoeven ze vanzelf als ze erin zitten. Froggy. Froggy, moeten froggy, beginnen. Froggy. Ja, precies, maar ja. Waarom willen we altijd hoger? Ja, we willen altijd hoger level, want ja, we zijn gewoon met hogere levels zijn we bezig, weet je. Ik zie weer de Sarko. Gaan killen. Ja, tuurlijk. Ik maar hoor ik hem! Heb nu... Wacht, doe ik wel kikkers, wacht stil. Ik hoor hem hier. Oké, okay, is die Sarko? Level 8 Sarko opbokken. Ik hoorde een kikker, jongens. Oh, ik kon nog een Sarko aankakken. Maar... Ik hoor hier een kikker net. Hij moet hier zitten. Steven, was hij hier niet? Is er wel een drolletje? We zijn misleidend. Zo zit hij hier? Nou, ik zie wel weer een Sarko. Ik zweer het dat we die kikker net hier vonden, op deze plek waar Welk level is deze Sarko? Level 20. Nee, ik ga wel... Misschien kunnen we... Wat hebben we eigenlijk een Sarko eens een keer op te varen? Hebben we daar wat aan? Ah, het is wel leuk om even op te zitten en shit mee te doen. Maar volgens mij heeft het geen praktische dingen. Geen praktisch nut. Kut. Nee, we dachten zo'n kikker willen hebben, want die kan ook mensen stunnen. Ja, ik hoor hem weer. Weet je, misschien zijn dat gewoon sounds van de moeras. Dat zou best kunnen. Ik hoor er weer eentje. Ik zie wel weer een Titan Boa. Azabina, kom hier, level 12. Prik je moeder. Kom hier, Titan Boa. Van wie wil je wegrennen? Gewoon een low leveltje. Ja, ik wil gewoon in ieder geval een kikker. We gaan niet naar huis zonder die kikker. Is. Goddamn kikkers. En we moeten snel doen voor het donker wordt, dan zien we echt. Ik zie hem. Waar je net was. Ik zie wel Steven. Ik zie Yellow. Twee slangen. Heb je ze? Ik heb eentje, is er dood. Nog één. Ik zie wel. Ik ben bij de level 40. Yo, ik zie hem. Oké, okay, waar ben je? Hier. Oké, Sabina. En er zit een Titan Boa hier. Waar is die Boa? Die kikker is ergens achter mij. Ik zie hem. Ik ga hem schieten. Ik bescherm. Oh, waar is hij? Azabi, waar is hij? Achter. Oh nee, dat is. Hij zit hier. Oké, ik heb hem geraakt, denk ik. Azabi, kom. Oh, hij is wild! We hebben een wilde! Hij ga me niet aanvallen, gek. Wow! Valt hij aan? Nee, hij wil wel, maar hij is een beetje schelen. Wee, hey, oh, wow! Oh, een dikzakkie. Hij is wel mooi. Ik heb even een paar pijlen in rachen. Oh. Hoeveel hebben we nodig? Level 40. Hoeveel hebben we er nodig ongeveer? Oh, hij rent! Hij rent al. Maak achter elke paar. Where you wanna go, my friend? Nee, wacht. Nee, ik doe het wel. Ja, hij is een conscious. Hij is daar. Dat is snel. Moois. Oké. Hoe om de primes die we hebben, allemaal. Oké. Blue, waar ben je? Mooi jongens, die is mooi neer. Nou, dan gaan we het primes in de stoppen. Ik heb één prime zelf. Ik heb er vier. En we allebei allemaal... Oeh. Your yellow heeft iets gekild. Ja, ik heb visjes hier aan het killen en zo. Dat er niks in de buurt komt. Ieder zo zijn eigen taak. Inderdaad, Steven, als jij gewoon op jouw yellow blijft. En jij gewoon inderdaad zorgt dat niemand in de buurt komt. Al die primes erin flikkeren. Ik gooi ook 24 normale meter in. Narcotics zit er ook genoeg in natuurlijk. Alright. Dan gaan we die kikker vangen, boys. Dan gaan we knip en plakken natuurlijk, zoals elke keer zo'n dino vangen. Dus we zien die weer als hij ongeveer bijna van ons is. Of misschien zelfs van ons al is. Let's go! Alright boys, we zien nog een kikkertje. En Timo zegt, we pakken hem meteen erbij. Dus Timo. Je bent naast me, hè? Oh, toevallig ben jij naast me. Mooi. We gaan hem meteen erbij pakken, jongens. In plaats van dat die alleen die ene gaan. Kom hier, Sabina. Moeten jullie zo hier even naar Oké, ik heb hem geraakt. Hij focust mij nu. Oh, shit! Ik heb hem geraakt. Dan staat hij met een likken kill. Oh nee, dan ga ik toxic worden. Hey vriend, pak hem. Raak jij hem? Ik heb hem, ja. Oh, ik heb zilver geraakt. Pak jij, pak jij. Zilver! No. Hij redt weg. He's runner, ja. We got a runner. Hij is unconscious. Good job. Ik voel me dat mijn narcotics kan halen. Ja, die dingen, die doen me denken aan Tom Kench. Tom Kench. Oké, wie gaat hem even wat geven? Ik heb prime meat. Ik ben wel hot. Ik drop alles daarin. Steven, jij hebt prime meat? Ja, okay, ik ga narcotics halen bij ketel. Ai. Even kijken hoor, hier is prime meat. Oh, het is echt super dicht bij elkaar ook. Het is echt aan de andere kant van de steen letterlijk. Lol. Nou jongens, hetzelfde verhaal inderdaad. We gaan je laten zien op het moment dat we ze daadwerkelijk hebben. Alright, we hebben hem bijna. We hebben hem bijna, die van ketel. Wat is cool? COAL. Level 24. Oh, dat is zo'n vis.
Wat voor visje? Ja, dat is niet een vis, maar ik ga niet bijten, aangezien hier die Beelzebufo ligt. We hebben hem bijna. We hebben er bijna allebei, volgens mij. Want deze is nu bijna, tenminste. Die voor jou, Timo? Tegen de helft aan. Deze tegen de helft 1% aan. Of zo. Kom op. Ja! You have tamed a Beelzebufo. Hoe gaan we hem noemen? Nu kan je naam kiezen. Dagobert Duck? Nee, jongen. Het is een kikker. Het is geen fuck. Ik weet het. Natuurlijk, man. Oh, ik weet het al. Donatello, gek. Maar we gaan natuurlijk weer terugkomen op het moment dat we die andere natuurlijk ook hebben. Dus dat zal wel heel erg chill zijn. Tot zo. Oké, deze motherfucker hebben we ook bijna. Dat is toch één prime meeting. Ik denk dat we één keer had. Zodat ze dan zien. Boa achter jullie. Boa! Ik heb yellow. Kom op. Azebi. Nee, Donatello. Wat is het? Waar is Donna? Oh, daar. Nasi. Oh man, geen prime meat. Oh, what the fuck. Oh. Ja, ik pak meteen even yellow, toch? Ja, ik was aan het redden. Ik bakken. Jesus Christ. Steven, waarom heb je allemaal arrows in jouw base zitten? Die heb ik gekregen van een boa. Ik weet niet waarom, maar okay. Die kreeg ik. Mooi, nou ja, goed. Donatello, wat doe je? Ah, vriend. Ja. Hij is bijna vol, jongens. Ik denk dat we binnen 10 seconden hebben hem, denk ik, jongens. Ik zag die slang opeens achter jullie aankomen. Ik dacht, oh. Yeah. We hebben nog maar dingen nodig. Alleen even Timo. Want Timo die heeft cement bij zich. En dan kunnen ik ben er bijna. Nice. Dan kunnen we namelijk 2 dingen. Dan wordt de hele reis terug. Wat wij gaan doen namelijk is dat. Dan gaan Chetel en. Nee, Timo en ik gaan op de kikkers. Yeah, we hebben hem! Hoe gaan we hem noemen? We hebben Donatello. Dan hebben we Raphael. Raphael. Dat zijn we echt heel erg verkeerd. Raphael, zo moet je dat doen. Je moet hem weer even U klikken, Dil. Oké, U. Oké, we moeten wachten er nu op. Nu is het wachten op Xeloras. En als hij er dan is, dan hebben we 2 froggies. Dat gaan we dus doen. Dan maak ik 2 zadeltjes. Dan gaan Timo en ik, Xeloras en ik rijden op de kikkers. Ah, dat is zuur. En Chetel en Steven die gaan onze raps terugbrengen. Alsjeblieft. Oh! Tijd een boa? Nee, je moest zien hoe het ver die ging. Wow! Wat? What the fuck deed je? Druk die gewoon spaat op springen. Oh, wow! Hey, kut. Oké. Maar ik had moet wat. Joh, dit is echt gaaf. Wacht even uit. Yeah. Hoppa. Ik heb echt geen idee waar ik ben, maar ik ga volgens mij via het strand terugkomen uiteindelijk. Oh, deze volgens mij ga ik naar links. Nee! Nee! Ik denk dat mijn kikker doodvalt. Oh man, ik ben op de helft van mijn HP. Doen. Alright, jongens. Ik ben weer bij de basis. Volgens mij zie ik de boys. Boys! Hallo. Ik zie Ketel gillen en vliegen. Oh nee! Ik vlieg er overheen! Help! Au! Ik buk! Holy fuck! Ik sprong er gewoon overheen. Nou, herkans ik. Yeah, baby! Oké, jongens. Nou, we hebben 2 nieuwe dino's gekregen. Nou ja, dat zijn technisch gezien geen dino's. Het zijn kikkers. En ja, dankjewel. Stevens Bailey laat lekker een dikke drol voor ons achter. No hate. Nou, we gaan lekker... ik ga lekker hier liggen. De kikkers zitten lekker in onze hok wat er aan gaat komen. Dus de volgende keer zal je hier een hok zien. Nou ja, goed, we hebben 2 Beelzebubs. We gaan natuurlijk zorgen dat we er 4 hebben. Dat we natuurlijk weer een squad hebben. Squad goals zoals red, blue, yellow en silver natuurlijk. Want blue is ook terug en red is ook netjes teruggekomen. Dus dat is fijn. En natuurlijk gaan we dan ook zorgen natuurlijk voor Donatello, Raphael, Michelangelo en Leonardo. Oftewel de Ninja Turtles! Oké. Dus dat. Mensen, in ieder geval, vond je het een leuke video? Laat lekker een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. Ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel voor het meedoen weer, boys. Geen dank. En we zien jullie graag in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Later nog wel eens ziens. En natuurlijk, peace.